Tom iets zeg. Ik moet het hebben. Dit is de camera. Dat is de lens. Eerste hand dat deze doos helemaal gedukt is. Oh, waar gaat de muziek? Dropshippers, je kent ze wel. Ze staan erom bekend dat ze goedkope spullen verkopen in ruil voor late levertijden en slechte kwaliteit. Echt een topsysteem. De grootste hierin is AliExpress. Je kent het ongetwijfeld wel. En daar ga ik vandaag wat spullen bestellen. Eens kijken of het echt zo lang duurt en of ze überhaupt wel geleverd worden. En daarnaast of ze een degelijke kwaliteit hebben. Ik ben benieuwd. Maar voordat we beginnen, 71,6% van de kijkers op dit kanaal is niet geabonneerd. Dus doe dat nu even. Alsjeblieft. En eigenlijk valt mijn oog gelijk op dit. Deze Yeezy slippers. Ik ben er... Oh, het zijn er meerdere. Het zijn heel veel slippers. En kijk nou. Mannen, zomerslides, ademende. Is dat een woord? Coole strandslippers. Maar ik wil het. En dat voor 9,84. En als we even gaan kijken hoeveel Yeezy slippers normaal kosten. Ja, dan ben je toch wel echt bijna 200 euro kwijt. Dus, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan deze toevoegen aan het winkelwagentje. Oké, we hebben ons eerste product toegevoegd aan het winkelmandje. Het is de Yeezy slipper, waar ik echt heel erg benieuwd ben wat ik krijg. Kijk, deze producten, dat gaat natuurlijk super lang duren voordat ze er zijn. Dus dit is opgenomen op 16 maart. En we gaan kijken hoe lang het duurt voordat het er is. En we gaan kijken of het inderdaad klopt wat we krijgen. We gaan naar thuis. Wat is er thuis voor thuis te vinden? Elektrische waterdispenser. Wat is dit? Hoe werkt dit? Tom iets zeg. Ik moet het hebben. Nee, ik hoef het niet. Ik wil dat niet. Ik wil iets anders. Ik wil iets handigs voor thuis. Ik hou van praktische dingen. Ja. Oké. Ja, dit ziet er goed uit. Dit wil ik. Kut. Dat moet ik dan helemaal zelf in elkaar gaan zetten. Oké, maar dat is op zich te doen. Oké, dat is op zich wel vet. Dat gaat in het winkelmandje. Onderhoud en reparatietech. Sport voertuigen. Laten we eens even bij de voertuigen gaan kijken. Let me check de autodecoratie, oké? Decoratieve... Oh, wacht. Ik zit helemaal bij het verkeerde. Opbergen en opruimen zal ik te kijken. Nee, dat moet ik niet. Moet ik niet hebben. Ja, kijk. Dit is de betere shit. Oh, wat lelijk zeg. Al die LED-strips. Oké, nee. Dit moet ik wel echt hebben. Dit moet ik hebben. Hoe werkt dit dan? 2. Ja, ik wil er 2. Kunnen die in dat gat van mij? Oké, ja, nee, we gaan er voor 2. Voegtoel en winkelwagen. Ik ga spenden vandaag op dat AliExpress, jongen. Holy shit. Oh, bro, dit heb ik gezien ergens op TikTok. Kijk, dit is dan, daar stop je dan je tandenborstel in. En dan komt daar automatisch tandpasta uit. Ik wil dit hebben. Oh ja, ja, wacht. Ja, ik weet iets. Dit ziet er leuk uit. Dit is een spionagecam. En ik ben heel erg benieuwd of dit werkt. En dan wil ik nog zo'n massage kunnen. Dit wil ik dus oprecht. Even kijken. Wat is lekker goedkoop? I love lekker goedkoop. Ja, en weet je, ik zit nu naar deze plaatjes te kijken. Maar ik weet ook al, dit is niet wat ik ga krijgen. Het zit er dik in dat dit gewoon niet is wat ik ga krijgen. Misschien is dit wel wat ik krijg, maar er zit echt nul kracht achter, weet je wel. Ik hoop het niet, want ik wil al zo lang zo'n ding proberen. Oké, volgens mij hebben wij best wel een gevulde winkelwagen nu. Oké, we gaan het even opmaken wat ik allemaal ga bestellen. Een draagbare massagepistool. Gewoon een massagegun, zo weet je wel. Dan hebben we een minicamera, een spionagecamera. Oprecht, volgens mij zijn die dingen verboden in Nederland. Misschien had ik dat niet zeggen, dat ik dat wist. Dan zo'n dispenser. Daar ben ik benieuwd naar. Dat had ik gezien op TikTok. Ik wil het proberen. En dan die lichtgevende LED-dingetjes voor in de auto. Voor je cupholders. Cupholders, dit is koeienmelken of skiën, niet dat wat je denkt, vieserik. En dan zo'n lamp, vette lamp, kijken of het echt zo is. En dan deze ben ik ook echt benieuwd naar, die Yeezy slippers. Die zijn normaal echt iets van 200 euro, wacht, hoeveel zijn ze nieuw? Jezus, die prijzen! We hebben alles aangeklikt van wat ik ga kopen. En dat is bij elkaar 135 euro en 86 eurocentjes. Oké, betaling geslaagd. Dankjewel, we hebben je betaling ontvangen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Ik denk dat ik echt genaaid ben. We gaan het zien. Ik zie jullie weer wanneer ik de pakketjes binnen heb. Hey, ik heb pakketjes binnen van AliExpress. Ben ik opgelicht? Dat kan ik eigenlijk gelijk al zeggen. Ja.
Het is namelijk 3 mei en ik heb dit besteld op... Wow, dat is lang geleden. En vandaag gaan we gewoon eens kijken wat ik wel en niet heb gekregen. Want ik kan je vertellen, ik heb dingen niet gekregen. Ik had besteld een massagegun, een spionagecamera, tandpasta dispensers, cupholders met lichtjes erin, een lamp en slippers. Het zijn 6 items. Ik heb hier 4 items. En we gaan gewoon eens kijken wat erin zit. Laten we van klein naar groot gaan. Ik heb hier een heel klein pakketje. Je ziet het, het is een heel klein pakketje. Ik heb hele grote handen. Wat dus... wil je weten over je moeder? The fuck? Oh, je mond. En ik denk dat we het gewoon maar moeten openen. Het is ook al open, dat is vet hè. Het is gewoon open. De cup! De cup lighting, zo heet het. 3D colorful version. LED intelligent luminous cup mat. Moet je kijken hè. Moet je kijken. Dit kan ik dus niet hier testen. Die moet ik dus echt in de auto testen. Dat doe ik dan vanavond even. Oh, moet je ze opladen? Er zit wel een soort stekkertje bij. Zoals je misschien kan zien, hij is niet helemaal recht. Zeg maar dat bovenste dingetje. Het is echt heel slecht opgepakt. Ik kan hier nog niet te veel over zeggen, maar ik heb het gevoel alsof ik ben opgelicht. Nogmaals, we gaan naar pakketje 2 en we hebben er 6 besteld en we hebben er hier 4. Dat betekent dat gewoon 2 dingen niet binnen zijn gekomen. Dit is de Wi-Fi HD Smart Camera. Okay, dit kwam niet zo in de post trouwens. Dit heb ik zelf uitgepakt omdat ik niet dacht dat dit het was, zeg maar. Ik wist niet wat er binnenkwam. Toen opende ik het en toen dacht ik, oh shit. Dit is de camera. Dat is de lens. Daar gaat een SD-kaart. Misschien moeten we dit gewoon even proberen. Dit moeten we even proberen. Dat vind ik interessant. Er zitten ook 2 USB-adapters bij. Fuck, daar gaan de micro-USB-stickjes in. Er zit weer een stekkertje bij, dat is tof. Maar er zit dus geen SD-kaart bij, dat dacht ik al. Maar ik heb nog een SD-kaart. Maar ik denk dus niet dat dit te verbinden is met je camera. Camera setup instruction. Home Eye moet ik downloaden. Oké. Het doet het niet. Het werkt niet. Het doet het gewoon niet. Dit is gewoon bullshit. Het werkt niet. Je krijgt er van alles bij. Je krijgt er USB-stickjes bij om je SD-kaart in te doen, maar het werkt niet. Wat een hoerending. Hoeveel had ik hiervoor betaald? Veel te veel! Dan hebben we een minicamera, een spionagecamera. We gaan door. Ik heb dit lange pakket, waarvan ik denk dat het de lamp is. Hotsa, dat deed totaal niks. Oké, ik zie al eerste hand dat deze doos helemaal gedukt is. Het is helemaal kapot. Ik hoop dat de inhoud nog wel goed is. De LED Wall Corner Atmosphere Lamp. Oh! Kijk eens. Hotsa. Zit van alles in. Idee wat het is. Ik heb hier weer een kabel. Oh, dit is de LED. Dit is een LED-strip. Moet je de LED-strip zelf erin zetten? Een afstandsbediening van hoge kwaliteit. Dan heb ik hier een soort van... What the fuck? Wat de fuck is dit? Een soort siliconen. Dit is spul. Wat is dit, jongens? Wat is dit nou weer? Oh, dat is denk ik om de. Oh, wacht. Zo, ik denk dat dit zo moet. Hotsa, heb het hoekie. Oh, je hebt er ook een app van. Het zal wel niet werken. Ik geloof niet dat dit met wifi te bedienen is. Ja. Oké, ik ben zo bij jullie terug. Ik ga even dit in elkaar bouwen. Zo, erop. Hotsa. Dingetje, dangetje. Zo. Zo, ja, zo. Ik heb hier een lampje dat brandt. Als het goed is, als ik nu daarop klik. Er gebeurt wat. Hij staat aan. Ja. Mijn god, wat een party ding, zeg. Eigenlijk even wat donkerder maken hier dan. Kijk eens. Wat? Oh, nu gaat hij omhoog. Nou, dus dit, er zit ook een muzieknootje op. Als ik daar nou op druk. Oh. Pop, pop, pop. Oh. Muziek! Pam 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 para pam pam. Ja, deze gaat ernaast staan de hele tijd. Hotsa! Tidding! Ik ben blij verrast. 10 out of 10. Maybe 11. We gaan door naar de laatste. Ja, ja. De massage gonu. Kijk eens, oh mijn god. Ik dacht dat die veel en veel groter zou zijn. Maar je hebt verschillende dingen die je erop kan zetten. Je hebt hier een soort... haakje, een soort kogel. Hoe de fuck zet ik dit ding aan? Ja. dit kan niet goed zijn. Maar werkt dit? Is dit lekker? Oh ja.
Dat is best... Oh, dat is best lekker. Oh, dat is lekker. Oh, ik heb nog nooit zoiets lekkers gevoeld eigenlijk. Dan vraag ik me alleen af hoe dat is op mijn rug. Wacht. Mijn borstspieren. Nou, dat is een beetje overbodig natuurlijk. Als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, doe dat even. Hé, hey, dit werkt echt super tof, hé. Wat hebben we nog meer? De spleten. Oh ja. Oh, ik kan me wel voorstellen dat dit lekker is. Ja, dat is wel heel lekker. Het kaartje was vol. Oh! Oh! Wacht, als er iets op staat, dan doet hij het. Oh mijn god. Dankjewel, lamp. Oké, we gaan net even de balans opmaken. We begonnen met deze, de cupholders. Kan ik nog niet te veel over zeggen, maar het ziet er naar uit dat ze het doen. En dat vind ik al heel wat, want het is echt fucking slecht, jongen. De wifi-camera, die doet het niet. Die doet het gewoon niet. Dat is gewoon een onding. Dat is gewoon, het moet dan een soort antenne. Ja, dat doet het niet. Nou, goed. Je krijgt er wel twee USB-dingetjes bij waar je je SD-kaart in kan doen. Altijd handig. Dan komen we bij mijn op één na favoriete onderdeel. Dat is deze unit. Deze unit is life-changing. Dit ding vind ik geweldig. Dat mogen jullie best weten. Het is gewoon een mooi ding. En dan de laatste. En dat is mijn favoriet. Nee, dit ding. Deze massagegun. Dit wilde ik dus al langer. En dit is eigenlijk een uitkomst. Dit is top. Voor je bedrijf als ik dit doe. Nee, ik ben blij verrast. Dit is een 10. Dit is één groot 10. Maar daarbij moet ik wel zeggen, er missen gewoon twee objecten. De Yeezy slippers. Dat vind ik echt heel jammer dat die er niet zijn. Dat vind ik erg jammer dat die er niet zijn. En ik vind het jammer dat de dispenser voor tandpasta niet is. Maar voor de rest, ik ben blij verrast. Ik geef deze hele bestelling een 7. Nee, een 6. Een 6,5. Deze twee hebben me heel erg verrast. Deze gaan het sowieso leuk doen in de auto. Leuk dat jullie hier zijn gekomen, jongens. En ja, die wifi-camera werkt gewoon niet. En er zijn twee producten weg. Prima, ik neem het voor lief. Het was niet heel duur. Het was wel geld, maar het... Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje achter te laten en te abonneren op dit kanaal. En zou ik dit nog een keer moeten doen? Gewoon, maar dan andere producten. Ik ben benieuwd. Tot volgende week.